Alsof dat we nog niet gevechten genoeg hebben, komen we ook nog eens een keertje Bowser King of the Koopas tegen. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Waarom? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in the Thousand Year Door. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering, zoals ik al zei, kwamen we King Bowser tegen. Terwijl dat we, ik weet niet hoeveel, aan het battlen zijn geweest. Ook hebben we meer informatie gevonden over de Crystal Star die dus hier, tot op papieren plannen waren daarvoor en weet ik het allemaal nogal meer. Goed, wat we in deze aflevering gaan doen is laten we maar gelijk eventjes beginnen te battlen tegen Crawdaddy. Ik heb geen flauw idee wie Crawdaddy is, dus maar we mogen geen flower points gebruiken. Ah, echt niet, wat jammer. Ik heb geen idee wie hoe dat hij ook heet is. Dus laten we maar wel heel eventjes sorry dat we dus kunnen tattelen. Hallo security. Zullen we dit heel eventjes skippen? Dankjewel. Foolish mortals. I will drag you through the gate of the netherworld. Ja. Dat is Crawdaddy trouwens. Hij is nogal duister. Blijkbaar. Goed, dus we mogen geen FP gebruiken. Nou, laten we maar eens even kijken wat voor trucjes dat hij kan doen. Tattle! Oké, dat is een Darkrai. Yikes, en hij ziet er eng uit. Hij heeft 20 HP, aanval is 6 en geen defense. En hij heeft serieuze attack power dus. We willen niet op hem springen in verband met als een speer. Ja, dat zal pijn doen. Dus, goed. For one of the male spear tosser, he sure likes he has a guy. He's got a point to make. Haha, pun. Heel grappig. Goed, dus we kunnen niet op hem springen. We mogen geen FP gebruiken. Dus we hebben wel vrijheid om items te gaan gebruiken. Laten we eens heel even Klakhout proberen. Want die heb ik nog steeds niet eigenlijk laten zien. Dus we moeten eigenlijk dus button bashen op de knop die dus boven een vijand komt. Je kunt ook het publiek hiermee raken. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. En als je dus op je eigen drukt, ja, dan kun je jezelf dus met deze aanval dus ook nog eens een keertje raken. En daar wil je dus zeker voor uitkijken. Boom. Oké, hij is immobilized en kan ons dus nou niet aanvallen. En daardoor vind ik dit eigenlijk nog een beetje zinloos, want... Ja, thanks. We nemen geen damage. Oké, hij is twee beurten geimmobilized. Dat is alleen maar heel erg handig. Het enige nadeel is... we mogen geen FP gebruiken, dus ik denk dat ik heel eventjes Koops hiervoor ga vragen. Want Leafeon is eigenlijk ook eentje die meer van het springen is dan van de andere. En we mogen geen FP gebruiken. Dus ik denk dat we hier het beste Koops kunnen vragen om toch nog wat extra damage te kunnen doen. Dus laten we Sheltos gaan doen. En ik wou jullie dit gewoon heel eventjes laten zien, omdat ik had die aanval eigenlijk nog helemaal niet laten zien. Ik baal er nog steeds van als een gek dat we dus geen FP mogen gebruiken. Want daarvoor moeten we nou dus ook weer de gewone hamer gebruiken. Want we mogen niet op hem springen. We kunnen echt helemaal niks. En ja, we zouden dus Earthrammer kunnen doen. Maar Earthrammer die doet ook maar 6 damage. Terwijl dat de gewone hamer 5 damage doet. Dus ja, Earthrammer dat zou nou niet echt zo handig zijn om te gebruiken. Normal Hammer doet volgens mij net weer 5. Houden we 4 over. Volgens mij kan die 1 keer aanvallen, jongens. Volgens mij hebben we een probleem. Dit is zinloos. Nou ja, hij mag ook 1 keertje aanvallen. Waarom ook niet? Stylish! Ouch. 5 damage, zeg. Ja, je kunt wel proberen te superguarden. Het enige nadeel is, als je die aanval superguard... de timing is heel erg moeilijk. Maar ja, dan zul je dus wel in 1 keer alle damage preventen. Dus het is wel een... Het zou een groot voordeel zijn. Goed, we hebben nog maar 2 star points nodig. En we gaan level up. Yay! En vergeet niet, jongens, we zitten al in de top 3. Yay! Sorry. We zitten in de top 4. En we krijgen weer mail! Mario, your pocket's beeping. It's mealtime. Goed gezien, Koops. Go to the telephone booth out on the Cavern. From X. Oh, it's from X again. Telephone booth. Pavilion. Does he mean outside? You'll remember seeing a phone booth? Well, we better go look around. Ja, waarom ook niet, Koops? Laten we jou weer even een beetje bij hebben. Waarom ook niet? Gonzalez. Go time your party, little punk. Uncle Rock Hall got something to say to ya.
If you keep stealing the spotlight from me, you're gonna enter a world of hurt. Quit making such a splash if you fail your puny life. Maar splashen is heel erg leuk. Hey, who does that guy think he is in treating and threatening us? But wait, threatening us? Maybe that hate mail come from Warthog. Well, one way or another, we must be really careful from now on. Ach joh, laat hem toch. Hij stelt niks voor heel die Warthog, serieus. Het is een pushover. Een splash is leuk. Dus natuurlijk hebben we splashen. Splash is awesome. If you don't know what to do, then splash it. Maar goed, we moeten dus naar een telefoonhockey. Oké. Okay. Welkom! 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 Ik vind dat bordje altijd leuk. Er staat gewoon één tekst op waarom zou ik moeten scrollen. Ik serieus, staat gewoon nog stil kunnen staan, maar ja. Oké. Okay. Bij de phone booth zien we dat daar dus nu een sleutel ligt. De storage key. Oké. Huh? Who are you? Prankles are uncool. Oké, sorry. Ik moest het er een keertje doen. En we hebben weer mail. Go to the storage room next to Grover's office. From X. Now we have to go to the storage room. Man, this seems like a plot of legwork. Is this guy really playing with us? Ik denk het. Maar wacht eventjes. Zijn naam is X. Is dat niet dan Mega Man X? Een spel dat ik eigenlijk nog nooit heb geletsplayed, maar... Het zou zomaar kunnen? Nah. Wie is X? En natuurlijk zit iedereen al... Oh, ik weet wie X is, maar dan mag ik niet neerzetten. Weet ik, een ik weet ook wie X is, maar dan mag ik ook niet zeggen van mijn spoilers en blablabla. Bla. Dus, laten we met de illusie gaan tot we allemaal geen idee hebben wie X is. En voor de mensen die nog het spel niet hebben gespeeld... Weten jullie al wie X is? Ik ben zeker heel erg benieuwd naar. Dus, je mag een vermoeden zeggen. Gewoon, ik vermoed dat... Daar heb ik geen probleem mee. Maar we gaan natuurlijk dan niet zeggen of je gelijk hebt of niet. Dan kom je van eigen achter. Goed, nou in ieder geval... De storage room. Wat doe jij hier? Oh. With me again, new husky besides it, thank you. Oh, Miss Mouse. Hi there. Are you stealing something again? How excited for you. Hey, by the way, a security guard had heard you in here. Were you making noise? Oh, please. No one heard me. I'm the best mouse burglar of all time. I'm silent. It's quite obvious that someone else must have been monkeying about in here. Oh, sure, right. Of course. Didn't mean to doubt you, Miss Mouse. Hush. All you need to know is that I've taken what I needed, and now I'll be on my own. As for the rest, help yourselves to whatever you like. And now we must part again, my sweet mustache man. Oh, Mario, you lucky dog. Niet echt. I almost forgot, my sweet. This arena holds many secrets, you know. You should be very careful, lest you end up like those poor souls upstairs. And with that, goodbye, my delicate ball hunk of cheese. We shall meet again. Ga weg. Boy, Miss Mouse sure is cute. Too bad I sound like such a dork whenever I talk to her. Je klinkt altijd als een dork. Hey, but enough about that. What was that last thing she said about people upstairs? Find the staircase switch to reach the attic. From X. The staircase switch? There's supposed to be a staircase in there somewhere. Blijkbaar. Het grappige is, we zien hier heel veel boxes. En deze boxes zijn niet wat het lijkt. Dus dan gaan we naar heel eventjes iemand toe die we al een tijdje weer niet gezien hebben. Zeker al een paar weken niet. De vrouw met de grote wenkbrauwen, Miss Flurry. We kunnen deze namelijk gewoon weghalen. En als we dat doen, dan zien wij dat dit breekbare blokjes zijn. Met een Charge Pay Badge die ik nooit zou gaan gebruiken. Omdat Charge, ik gebruik ze nooit. Deze die kunnen we ook wegblazen. En als we dat dus doen... Haha, jullie zagen niet hoe dat de switch eruit zag. Ah. Komt dus de dingen tevoorschijn. Nou, oké, vooruit dan. Hier zat de switch. Hier zo. Maar dan zie je het nog niet. Haha. Ben ik gemeen. Ik weet het. Goed, dus we willen met de trap naar boven toe. En dan zien we tot die deur dicht zit. En we zien hier een shine.
En dat is volgens mij niks speciaals. En dat is volgens mij ook niks speciaals. Wat we willen doen is, we willen hier naar de overkant toe lopen. En we willen dan heel eventjes swappen weer van party member. Omdat we hier heel eventjes moeten... Livion, we moeten daar hofferen. Livion, kom. Nou! Livion! Doe dus niet zo gemeen tegen mij. Oh. Livion, we moeten praten. Serieus, dit werkt zo niet. Here we go. Mooi. En dan zien we hier weer zo'n groot blok liggen. Zou daar iets achter liggen? Zou eventueel wel kunnen, maar... Serieus, je kunt het gewoon zien. Volgens mij kon je dit zo niet halen. Ik moet echt serieus werken aan die hoverjump. In ieder geval, dit is HP up voor je partner. Nee, daar moeten we koeps voor hebben. Dus weer even een swap. Maar dit is dus een HP up voor je partner. Wat dus eigenlijk heel erg goed is. Omdat je partner normaal gesproken geen HP up kan krijgen. Alleen maar via de level ups. Maar ik heb er nooit echt use voor gehad. Dus in ieder geval, we kunnen dus nu hier heel eventjes gaan kijken. We zien heel erg veel puntjes. 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 Hallo. So you didn't find hide or hair or nobody in the storage room that were... That's what you were saying. Yes, Mr. Grubba. It appeared to be secure. Don't worry about it, sir. I have taken the necessary precautions. It was most likely a rat or something. Well, no big deal either way. Ain't nothing in there we'd miss too much anyway. Thanks for your staying on top of this, Jolene. Hey, and by the way, any word of King K? I'm afraid we still don't know the whereabouts of King K, Mr. Grubba. And so, I deleted his spot on the rooster per regulations. The Glitzbit no longer has any official connection to KP Pate, also known as King K. I have, of course, taken some steps with all fighters who have gone missing. Ooh, fighters have sure been going missing a lot lately. That's the fifth this year. What in tarnation is going on? I even heard some security idiot saying the pit's cursed. I doubt that, sir. But I certainly don't understand the disappearances. Well, for the time being, tell the other fellas that King K had at home for a spell. If word gets out about missing fighters, it sure ain't gonna be good for business. No siree. Nasty rumors have a way of sending folks running to the hills. Know what I mean? I understand completely, Mr. Grubba. I'll take care of everything, sir. Oh, my glasses. You know, Jolene, you're a dang fine manager, but you just plump disappear sometimes. I gotta know, where in the world do you go to, darling? That's... Mr. Grubba, I know you're my boss, but I don't believe that's any of your business. Hey, easy there. Didn't mean to pry now. How about this, then? Heard of the Crystal Stars? No, I never heard of such a thing, Mr. Grubba. Okie doke. Well, I appreciate your time, Mr. Lean. You go ahead, run along now, you hear? Well, if this ain't a fine howdy, how do you do? Seems like good fighters are dying breed. That wild child Gonzalez is just the only draw I still got around here. Mario, did you get all that? Fighters are gone missing. Talk about scary. I figured King K just took an early retirement and headed home. What in the hay? Dang, ceiling is spooking to me. Hey, someone up there? Meow. Meow. Oh, Nelly. Just a little old kitty. Here I am thinking somebody's up peeping. I gotta relax. Take some yoga classes or something. Yeah. Well, back to the ring. Whoa, that was too close. Meow. Mario, you can stop the cat noises now. Meow. So Mario, you heard that part about the Crystal Star, right? Miss Jolene acted pretty weird. I thought, kind of suspicious. We can look into it later. I guess for now we better clear out before they find us. Ja, alsof dat ze inderdaad hier in het plafond zouden gaan zoeken of zo. Nou ja, in ieder geval, we kunnen hier doorheen, hè. Want jij hebt deze ability ook nog. Waren jullie het al vergeten? Poink, poink. Maar we hebben dus niet de sleutel gevonden die naar die andere kant leidt. Apart. Nou ja, laten we nog maar even een battle gaan doen, waarom ook niet. Hoi. Als kids, hoe gaat het mee? Hoe is het met je moeder?
Oké, met wie moeten we nu gaan battelen? Ik vraag maar het toch af, want we hebben toch al een beetje exploring gedaan, dus... Nummer 3. Hamma, Bamma en Flair, de Hammer Brothers. En we moeten op zijn minst één special move gebruiken. Dat komt goed uit. De Hammer Brothers die kunnen namelijk nogal gevaarlijk zijn, dus... Voor de Hammer Brothers gaan we tellen. Hoe zitten we met HP? Ja, we gaan het risico gewoon nemen. Oké, dus we hebben hier de Hammer Brothers. We hebben een Hammer Brother, we hebben een Fire Brother en we hebben een Boomerang Brother. Laten we heel eventjes de tijd eventjes stilzetten hier. Dit kan trouwens best wel grappig zijn. De reden is waarom dat ik dit doe is, we hebben best wel veel te tellen op het moment. Ik moet even met een beetje... Oké, we hebben ze alle drie. Goed. En dan kunnen we dus heel rustig de tattle gebruiken. We moesten één special move gebruiken, dus dat komt al helemaal goed uit. Laten we beginnen met de Hammer Brothers. Boy. Hier trouwens Hammers. Zijn HP is 7. Aanval is 4 en ze hebben 1 defense. En wanneer dat die HP naar beneden gaat en hij probeert problemen te geven, dan gaat hij heel veel hamers gooien. Dus daar wil je vooruit kijken. Dus ja, goed. Dus Oké, we hebben nog 2 beurten. Dus laten we de Quake Hammer gebruiken. Want dan doen we ze allemaal gelijk damage. Waarom ook niet? Style is altijd handig. En dan kunnen we dus doorgaan naar de volgende. En dat is de Fire Brother. Eigenlijk best wel een leuke reference naar Mario 3 als je het mij vraagt. HP is 7, aanval is 3 en defense is 1, net zoals de vorige. Alleen deze die heeft een fireball en dan kun je dus ook wel eens een keertje de burn status krijgen. Dus daar wil je wel voor uitkijken. En als ze nog maar weinig HP hebben, dan kunnen ze dus ook nog eens een keertje... Even kijken. Ja, dan kunnen ze dus wat meerdere vuurballen gooien achter elkaar. Volgens mij heeft die laatste er ook 7, tenminste daar ga ik wel van uit. Dus we gaan gewoon nog een keertje deze aanval doen. Dan hebben ze allemaal nog 1 HP. En dan de Boomerang Bro. Dat is de Boomerang Bro. Goh, wat grappig. Ook HP 7, aanval is maar 2 en defense is 1. Maar hij valt 2 keer aan, omdat zijn boomerang die komt naar voren toe. En komt nog eens een keertje naar achteren toe. En als zijn HP laag is, dan zal hij dus waarschijnlijk 2 boomerangs kunnen gooien achter elkaar. Goed, ze zijn allemaal hersteld, wat eigenlijk best wel jammer is. Maar ze krijgen van mij geen kans om aan te vallen, daar heb ik geen zin in. Sorry jongens. En daar krijgen we 21 star points van. En daar ben ik eigenlijk best wel blij om, want dat is onze level up. Nou hebben we de vorige keer netjes de HP omhoog gegooid, maar... ik weet niet, FP omhoog gooien, dat is eigenlijk ook wel een goede optie. Maar ik ga toch liever voor de bad points. We hebben zoveel goede badges die we op dit moment willen equippen. Plus we hebben de HP en de FP die we altijd omhoog kunnen gooien. Dus daarom ga ik voor de badge point. En als je dit level hebt gehaald, dan worden we een B-list star. En dat wil zeggen dat we dus nog meer... Nog meer hebben. Dus dat we nog meer crowd gaan krijgen. Dus dan in plaats van 50 man zullen er 100 man in onze battles kunnen komen. Altijd leuk. In ieder geval, we zitten dus nu in de top 3. Yay, top 3! En we hoeven niet te slapen, want we zijn level up gegaan. En we krijgen mail. This is your last warning. Stop snooping around about the crystal stars. If you don't, you'll suffer the same fate as the others who've gone missing. Great, our angry pen pal again. He sure seems to have a lot of information. I mean, if he knows about the crystal stars and the missing fighters, then this guy is totally holding the key to this entire mystery. But like, who is it? Who? Jouw stem die verandert echt veel te vaak om bellen. Dat is echt jouw running gag ondertussen. Oké, we gaan gewoon nog een match doen. Waarom ook niet? Tegen Chomp Country. Dus waarschijnlijk mogen we tegen de Chomps. En we moeten dus weer 3 keer appelen waar ik heel weinig zin in heb. Oké. Pardon me, Mr. Gonzalez. Another gift arrived from one of your admirers. I'll just leave it over here. Is that okay? Do with it what you will. Oké, dit is de tweede keer. Whatever you do, do not eat. Mr. Gonzalez, it's time for your next match. Come with me. But I must refuse.
Serieus, eet die cake niet op. Ik ben hier, ik heb dit toen gezien op, even kijken. De eerste keer toen ik het speelde, toen had ik het dus ook zo. Toen dacht ik bij mijn eigen van, ah, die cake die zal er ook nog wel de volgende beurt liggen. Dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Dus ik ga hem gewoon bewaren. En jullie zullen wel zien wat er gaat gebeuren. In ieder geval, we hebben hier dus een rode Chainchomp. Wat was het? 3 keer appealen? Shit, ik heb niet gekeken. Heal mij! Dankjewel! Volgens mij moesten we 3 keer... Ik ga gewoon 3 keer appealen. Poink! Redchomp. Die heeft 6 aanval. 6 HP. Aanval is 5 en defense is 3. Dus daar willen we zeker voor uitkijken. Dus... En ja, de defense is nogal hoog, dus daar willen we ook voor uitkijken. Wat we willen doen is voor de zekerheid 3 keer appealen. En ik denk dat ik dan gewoon die ene aanval ga doen, omdat die gaat dwars door de defense heen, hè. Ah, kom op, ik wou supercarden. Nou, dan doen we het maar eventjes zo. Of we moeten 3 keer damage nemen, dat kan natuurlijk ook. Of we mochten maar 3 beurten. Iets met 3 in ieder geval, ik heb niet opgelet. Oeps. Oh, en zoals jullie trouwens nou kunnen zien, de stage ziet er heel anders uit. We hebben dus nu een extra... Auw. Cameraatje. Oké, het is tijd voor focusing. Ik heb echt geen zin om hier namelijk game over te krijgen. Poink. 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 Dan vraag ik me eigenlijk toch af, hoe hebben hun dan die Iron Clefs verslagen? Want die Iron Clefs zijn nooit verder gekomen. Terwijl dat ze dus geen schade kunnen nemen. Tenzij dat ze tegen elkaar aangegooid worden. Maar hoe hebben dan die andere vijanden hun tegen elkaar aangegooid? Dat vraag ik mij dan toch af. Oké, we hebben hem in één keer goed. Gelukkig maar. Poef. Nou, we hebben dit in ieder geval binnen 3 beurten gedaan. Of eigenlijk max 3 beurten. We hebben 3 keer geappeeld. We hebben 3 keer schade genomen. Dus ik denk dat we wel goed zitten. Ik heb echt geen flauw idee wat we moesten doen. Oeps. Goed, we hebben in ieder geval de monies gekregen en... Hey Mario, you see what happened to our pal there? Body went numb. Stupid cake. Hate cake. Never eat cake again. Oh my gosh! The cake must have been poisoned! Boy, if we'd eaten it, that would be us on the floor! Everybody doing a dinosaur! Oké, sorry, maar... Dat is dus de reden waarom dat je die cake niet wou eten! Die cake is dodelijk, die cake is gevaarlijk, dus dat is voornamelijk de reden. Goed, we zijn weer geheeld. Laten we nog maar eventjes een extra match gaan doen. En dat we Combella nou eigenlijk voor ons hebben, dat is wel handig met te tellen. Dus wie staat er op nummer 2? Oh, nummer 1 zelfs al. De Koopanator! Oké, de Koopanator. We moeten 1 special move gebruiken. Oké, de Koopanator. Nou, we hebben hem hier al gezien. Hij is nummer 1. En nummer 1 op de lijst wil niet zeggen dat je kampioen bent. Nee, je hebt nummer 1 en dan heb je de kampioen. Dat is Gonzalez. Stem voor je next match. Come with me. Nou, op zich kunnen we de Koopanator nog wel ergens vinden, maar ja, tellen gewoon, dat is leuk hoor. Ja, de Great Gonzalez en de Koopanator. You, finally, I get a piece of you. Finally, we'll see who's truly stronger. Als ik me niet vergis, kun je deze gast ook op zijn rug leggen. Dit wil je doen in verband met dat hij dan ook compleet hopeloos is, net zoals al zijn voorgaande Koopa's. Tenminste, als ik me niet vergis. Mocht ik mij even vergissen, sorry daarvoor. We moeten 1 special move gebruiken, dat doen we dadelijk wel. Ik wil eerst al eventjes sorry dat hij op de rug ligt. En daarna kunnen we nog altijd de special move gaan gebruiken, want hij heeft volgens mij 20 HP. Oink! Yay, dubbele stylish! En Tattle. Oké, de Dark Koopa Troll. Ze hebben 25 HP, aanval is 5 en defense is 2. Dus, en ze kunnen ook nog eens een keer chargen en dan zou het dus heel erg gevaarlijk zijn als ze dat zouden doen.
Rode ogen zijn nogal gevaarlijk, noem maar op. Maar als we op hun rug liggen, dan kunnen ze dus helemaal niks doen zoals dat jullie dus nu zien. We hebben nog niet genoeg, dus voor onze finishing move. Dus laten we wel eventjes dit gaan doen. Hij heeft er nog 7. Ik had hem daar af kunnen maken, maar we moeten nog een special move doen. Tijd voor overkill. Deze die duurt mij te lang. Maar laten we gewoon Sweetery doen en daarna nog een keer de headbound. Waarom ook niet? Is leuker. Ik bedoel, het maakt niet uit welke special move dat je gebruikt als je maar een special move gebruikt. Kom op, ik wil die FP. Geef me al die FP. FP is super. FP is awesome. Poison mushrooms trouwens niet. Nou ja, we missen alleen maar HP. Dat vind ik niet zo'n ramp. Daar is weer een FP'tje. Die wil ik hebben. Dankjewel. Daar ook weer een. 8 FP. Volgens mij hebben we alle FP bijna weer terug. Ik ben niet blij over. Oké, nou, ja. Doe maar de multibonk. Doe maar overkill. Ik heb eigenlijk die stylish nog nooit gezien. Dit was de eerste keer dat ik die stylish eigenlijk zag. Maar goed, we zijn nummer 1. We zijn nummer 1. We hebben 1. Je kreeg er 1. Oké, sorry. Is your fight money, Mr. Gonzalez? Yay! You'll receive 15 coins. We zijn 1. En we krijgen weer bericht. Hey, that's another email. What do you think? Our ex-friends? Or the Haterator? Haterator? Serieus, Bella? Remove the Great Gonzalez posters in the lobby. From X. Oh, X again, huh? Okay, still don't trust this guy. Maybe, maybe it's a clue. Mighty clue! Something behind your posters in the lobby, huh? Alright, I guess we gotta head to the lobby then. Maar dat doen we in de volgende aflevering, want deze aflevering is al lang bezig. Ik dank jullie voor het kijken, we hebben heel erg veel progress gemaakt. Heb je een leukste moment? Laat dat weten in de reacties natuurlijk, als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter, als je daar tijd voor hebt. Wordt zeker op prijs gesteld, in verband met YouTube, het systeem is raar. En kijk tegenwoordig alleen nog maar naar likes. In ieder geval, ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Dus ja, hopelijk tot dan. En dan gaan we dus kijken wat er achter die poster te vinden is. Misschien is het een secret passage. We zullen het zien. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Doei!